Lieve Marianne, afgelopen 2 weken waren de Helio Olympics misschien iets kleinschaliger dan in Londen, maar voor alle betrokkenen en alle toeschouwers in precies dezelfde Olympische sfeer. Ik loop het even door. Maandag 17 september, het begon al met de opening. De vlam werd aangestoken door de lokaal bijzonder beroemde Guus en prinses Margriet. En dat is toch tamelijk spectaculair. Ten eerste omdat Guus er was en dat hij verrassend lang naast de prinses mocht staan, maar ook omdat prinses Margriet er was. Is toch de zus van onze koningin? Die sliepen vroeger op 1 kamer. Margriet deed verstoppertje met Beatrix. Ik bedoel, veel dichter bij de koningin zelf kun je niet komen. Margriet las vroeger verhaaltjes voor aan Willem-Alexander. Die mag op de verjaardag van Maxima komen. Nou, en dat mag Guus dus voortaan ook. Daar, als steun en acceptatie niet altijd vanzelfsprekend zijn, helpen juist evenementen als de Olympics om aangepaste sporten onder de aandacht te brengen. Als beschermvrouw van het revalidatiefonds weet ik dat kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dagelijks topprestaties geven. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ja, mijn naam is Ivan van Bremen. Inmiddels ex-topsporter. Ik heb inderdaad 4 keer aan de Paralympics mee mogen doen. Ik heb zelf vroeger altijd fulltime ernaast gewerkt, maar zat toch op een gegeven moment op mijn top op 9 trainingen per week. En ook nog een keer een wedstrijd in het weekend vaak. Dus 3 keer per week, 2 keer per dag. Meestal 1 rustdag probeer ik in te lossen. En trainen. En is hier dat die stoel bij jou aan jou is aangepast, op maat gemaakt? En hoe doen ze dat? Ja, deze stoelen die worden nog op een paar plaatsen in de wereld gebouwd. Waaronder Duitsland, vooral Amerika en Denemarken. Die stoelen worden echt helemaal op het lichaam. Dus elke centimeter, elke millimeter is heel belangrijk. Omdat je zelf zoveel mogelijk moet fixeren in de stoel. Zodat je zoveel mogelijk kracht op je hoekjes kwijt kunt. Hoeveel snelheden haalde jij jouw stoel? Ja, ik heb naast dat ik atletiek doe, heb ik ook, is een van mijn favoriete afstanden, ook de hele marathon. Die hele marathon die heb ik gereden in 1 uur en 28 minuten. Dat is 28 kilometer per uur. En hij gaat finish, iemand van Bremen, ja! We hadden niet verwacht dat ik er zo goed uit zou komen. En ik heb ook het hele traject niet zoveel last gehad van mijn schouders. Het is heel moeilijk als je net uit een spelen komt om je weer te motiveren eigenlijk gelijk voor de volgende. Tenminste, dat heb ik. Ik heb mijn hele leven lang gezwommen. Daarna heb ik de diploma's gehaald om zwemmingsactrice te worden. Altijd blijven wedstrijd zwemmen daarnaast. Dus, ja, wanneer ben ik begonnen? Toen ik 4 was, denk ik. En ik heb mijn bindweefselziekte. Ik had al een hernia gehad die ze weg hadden gehaald. Dus ik had al heel veel ruimte waardoor het meer risico met zich meebracht. En dat samen met de bindweefselziekte is er een zenuw zodanig geraakt dat ik nu maar specifiek ben geweest. De periode hier, dan ben je dus hier in Helimare intern. Je weet dat er een zwembad is. En je weet dat je eigenlijk de eerste 6 weken... niet mag revalideren in het zwembad, omdat je die schouder niet mag bewegen. En dat is wel heel moeilijk, want je hebt zo dichtbij. En water geeft je gewoon een heel lekker gevoel. In het zwembad ben je gewichtloos, waardoor je makkelijker beweegt als het maar uit het water. En dat is een mooier manier om zeg maar je lichaam in beweging te krijgen als dan in het zwembad. Ik ben Timo Bakker en mijn doel vanavond is een clinic te geven voor het aangepakt buffeltum. Hou je shuttle zo vast. En dan ga je heel rustig met je racket, ga je van je afhalen. Ik ga het nu volgen met mijn racket. Ja, ik ben zelf trainer bij de Kennemerlinde Sportclub hier in Wijkenzee. Wij trainen ook hier op woensdagavond hier in deze hal. Mijn uitdaging als trainer is om mensen plezier te laten hebben in het spelletje. En niet zozeer om te winnen, maar wel om een stukje techniek bij te brengen. En daarmee
ook de kans te geven om een beetje continuïteit in het spelletje te brengen. En je kan wel iemand, ik zou zeggen, met 21-2 van de baan afslaan, heel grof gezegd. Maar het is veel leuker om lekker een lange rally te hebben. En echt het idee te hebben van, ik heb gewoon heel lekker gespeeld vanavond. Dat is voor mij een uitdaging om dat iedereen mee te geven die ik train. Echt een sociaal spel van te maken. Maar dat zie ik ook hoor, we moeten eraan doen. Als wij hier trainen, het is zo'n echte sociale club. Dat is gewoon fantastisch om te zien. En, het is gewoon jammer als het weer zomervakantie is, dat we allemaal weer 6 weken afscheid van elkaar moeten nemen. Rolf voor badminton, geen Paralympische sport op dit moment. We hopen dat het, we zitten nu straks in 2016 in Brazilië, hopen we dat het een demonstratiesport wordt. En dat het dan uiteindelijk in 2020 toegelaten wordt tot de Paralympische Spelen. Ik ben Sylvie Gerrits. We hebben recurveboog, dat is de boog waar ik mee schiet. En we hebben ook compoundboog. De compoundboog is de enige boog die niet op de Olympische Spelen is toegestaan. De recurveboog wel. En met de Paralympische Spelen mogen beide bogen gebruikt worden. Het voordeel van deze boog, dat hij klein is. Hij is kleiner. Dus komt hij minder snel bij de grond als je in een rolstoel zit. En hij wordt lichter naarmate je hem, omdat het control effect, krijg je dus een hefboom effect. En dan wordt hij lichter. Wij trainen met de kernploeg, trainen we 1 keer per week op Papendal. Op woensdag. We beginnen om 10 uur tot 4:30. En dan trainen we het hele jaar door op 70 meter, de belangrijkste afstand voor ons. Je moet goed je bovenlichaam kunnen gebruiken, dus je armen. Maar we hebben ook als schutters gezien die zonder armen kunnen schieten in Londen. Dus dat kan ook. Je moet heel veel doorzettingsvermogen hebben. Je moet goed tegen spanning kunnen. En dat is vooral het spelletje. Iedereen kan leren schieten. Maar de zenuwen, we zagen het net met de shoot-off hier die we gehouden hebben. Begint de stressje parten te spelen. Ja, en dan ga je trillen en dan gebeuren er hele aparte dingen. Dus dat is het voornaamste, het mentale. Iedereen kan leren schieten, maar wat je hoopt, dat wordt de grootste uitdaging. Ik ben Paul Toes, speler van het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Wij hebben ons niet geplaatst. Afgelopen september hadden wij een kwalificatietoernooi. Op de EK is dat dan. En daar vielen wij buiten de boot. Iedereen mag rolstoelbasketbal spelen, ongeacht of je een handicap hebt of niet. En heb jij geen handicap, dan ben jij voor een coach 5 punten waard. Heb jij een klein beetje een handicap, zoals ik, alleen mijn onderbeen doet het niet goed. Dan gaat er 0,5 punt af en ik ben een 4,5. En zo heeft elke handicap zijn eigen punten. Tot en met de dwarslesies. Als je een hoge dwarslesie hebt onder je borstspieren, ben je 1 punt. Lager kan niet, dan moet je een andere sport gaan kiezen. Samen spelen we, mag jij een team opstellen. Er staan 105 mensen in het veld. Samen mogen die nooit meer zijn dan 14,5 punten. Sinds een paar jaar is de NBB heel erg, Nederlandse Basketbalbond, heel erg bezig met het stimuleren van jeugd om te gaan sporten. Nou ja, de Nederlandse Basketbalbond zegt het al, wij willen dat jeugd gaat rolstoel basketballen. Hier ook, ik zie heel veel jeugdspelers. Die moeten gaan rolstoel basketballen, vind ik. Of de NBB heeft een super mooi programma, regioteams. Wil jij met je leeftijdsgenootjes basketballen, dan kan dat in jouw regioteam. Die zijn hier, je kan gewoon dat vinden op internet waar. Elke maand, 1 keer in de maand, ga je met je leeftijdsgenootjes spelen tegen andere leeftijdsgenoten uit andere regioteams. En zo leer jij of zie jij andere kids. Want mij lijkt het leuk om met leeftijdsgenootjes te basketballen. Dus als je dat wil, dan kan dat. Alleen zoek het even op. Ik ben Marije Smits, ik ben 25 jaar. Ik doe aan de verspringen en 100 meter en ik heb een beenamputatie. Hoe is het gekomen? Nou, mijn benen was ziek. Ik had kanker in mijn onderbeen. En dat is eigenlijk, dat is een hartstikke ernstige ziekte en dan zou je aan dood kunnen gaan. Maar zeiden ze, nou weet je, als je je been eraf halen, dan blijf je leven en dan is de ziekte ook meteen weg. En toen kreeg ik zo'n mooie nieuwe om mee te rollen en te lopen. Dus ik dacht, kan mooi mee. Maar als ik ga sprinten, dan gebruik ik deze. Want deze die heeft een veer, kan je ook wel zien. En daarmee kan ik heel goed springen. Dus dit is eigenlijk het leukste wat je eigenlijk niet kan met een gewoon been, maar wel kan met dit been.
Mijn meest mooie prestatie is, is zonder twijfel de zilveren WK-medaille van 2011. Waar ik in mijn laatste sprong de zilveren medaille veilig stelde en een heel dik PR sprong. Dus dat was heel mooi. Ja. Ik heb ambitie en motivatie genoeg. Ik weet nog niet per se of ik nu na Londen altijd een periode om even te bezinnen en even te kijken welke kant het op gaat. En de concurrentie staat niet stil. Het is, de concurrentie is heel stevig. Ik denk dat atletiek echt een hele mooie sport is die je kan beoefenen met elke vorm van handicap. Want je kan namelijk altijd jezelf verbeteren en je kan altijd binnen jouw mogelijkheden het maximale eruit halen. En daarnaast vind ik het zo'n mooi sport omdat het gaat om technische perfecties, om de combinatie tussen het beheersen van de techniek en het optimaliseren van je kracht. En het dan samenbrengen in één wedstrijd, ik vind dat heel gaaf. Ja, we trainen 10 trainingen per week, verdeeld over 5 dagen. En dan met 2 rustdagen in de week en per training 2,5 uur. Ik denk dat sport een hele goede manier is om je zelfvertrouwen terug te krijgen of op te krikken na een handicap. Vaak weet je niet wat er mogelijk is als je geen. Tenminste, ik wist niet dat je kon rennen met een prothese. En door het rennen verbeterde mijn fysieke conditie, kon ik meegaan met vriendinnetjes de stad in en kon ik mee uitgaan, wat allemaal heel belangrijk was in die tijd. En topsport hoeft het helemaal niet te worden, maar door een betere fysieke conditie sta je gewoon meer midden in het leven. Is er ook een grotere kans dat je later gewoon kan werken op fulltime basis. Ik denk dat het voor de maatschappij heel belangrijk is. Maar in de eerste plaats voor jezelf. En het leert je gewoon omgaan met je handicap. Inderdaad ook open over zijn. Mijn ouders hebben me daar ook heel erg in gestimuleerd. Weet je, vertel mensen wat je hebt. Laat het zien. Want dat neemt gewoon drempels weg en maakt mensen minder angstig. En er zijn anno 2012 zoveel mensen met een handicap. En iedereen, die hebben we allemaal hard nodig. Het is niet iets wat je in eerste instantie wat je op achterstand zet. Je kan het juist gebruiken in je voordeel. Dat zie je in een Paralympische sport. Daar waar je je nadeel in je voordeel ombuigt, zeg maar. En de Helio Olympics zitten erop. Het was fantastisch. Er is iets prachtigs gepresteerd en iets onvergetelijks meegemaakt. Laat ik het zo zeggen, het was een eer om ambassadeur te zijn, maar ik ken absoluut mijn plaats. En die is ver achter de organisatoren, de medewerkers en de deelnemers. Want die maken de hele Olympics en dat hebben ze op een fantastische manier gedaan. Jullie hebben dat op een fantastische manier gedaan. Ik zou zeggen gefeliciteerd en wat mij betreft heel graag tot volgende keer.